Welkom bij aflevering 17 van uh, deze online doopcursus. Ik ga zo meteen wat zeggen over een klein gedeelte uit de Galatenbrief. Een brief die uh, de Apostel Paulus heeft geschreven en waarbij het nou, heel nadrukkelijk gaat over de wet, die uh, op zich van God gegeven is en goed is, maar een heleboel uh, vreemde en rare en schadelijke neveneffecten door menselijk gedrag krijgt. En. Paulus die schrijft in Galaten 3, vers 24 tot en met 28 iets over het omkleed worden met Christus in de doop. Ik lees het even voor. Hij schrijft als een soort samenvatting van de, wat hij al geschreven heeft: Kortom, de wet hield ons onder toezicht totdat Christus kwam. opdat we rechtvaardig verklaard zouden worden op grond van geloof. Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Want door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent allen één in Christus Jezus. Paulus maakt hier gebruik van een fenomeen dat in die tijd heel uh, gewoon was, namelijk dat een van de slaven uh, de bijzondere taak kreeg om met name de jongens van een gezin. Uh, onder de duim te houden, op te voeden. Een pedagogos heette dat. Of een pedagogos. En die moest ook de uh, zoontjes van een gezin begeleiden naar school en weer mee terugnemen. Nee, onderwees zelf niet, maar zorgde wel voor dat ze zich netjes leerden gedragen als mensen uit de meer welgestelde kringen. Een opvoeder noemt dan het Nederlands Bijbelgenootschap dat. En Paulus zegt, zo heeft de wet gefunctioneerd, maar er is nu. Een stap uh, verder gegaan. De, we, we zijn nu een stap verder door Christus, die ons uh, geholpen heeft aan een innerlijke wet door zijn Heilige Geest. En we worden rechtvaardig verklaard, niet omdat we van buitenaf de wet opgelegd krijgen, maar omdat we van binnenuit de wet van Christus willen volgen. Namelijk het liefhebben en het dienen van God boven alles. En het liefhebben van je naaste als jezelf. Iets dat overigens. In de Tora van Israël ook zelf al terug te vinden is. De is de kern, daar is ook de kern van de wet. Maar schrijft hij: Nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht. Maar door dit geloof bent u allen kinderen van God in Christus Jezus. Daar vind je opnieuw die uitdrukking in Jezus, in Christus Jezus. Die in het Nieuwe Testament veel vaker voorkomt. En die een heel compacte manier is om te beschrijven dat je onderdeel bent geworden van het lichaam van Christus. Maar ook onderdeel van zijn koninkrijk en van het gezin van God. Je wordt. Daarin opgenomen. Je, wordt, je krijgt daarin een plek, terwijl we die voor die tijd niet hadden. En dan schrijft hij, u, allen die door de doop een met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. En dat vecht met uh, de uitleg, want uh, ja, onze kleren, ja. Nou ja, we hebben allerlei soorten kleren, zeker in het welgestelde Westen. We hebben ook kleren voor bijzondere gelegenheden en uh, casual dingen, zoals dat dan heet, hè? gewone kleren, uh, werkkleren uh, enzovoort. Je kunt het zo gek niet bedenken, maar we hebben het wel. En dus die variatie zorgt er ook voor dat je niet altijd precies aan de buitenkant van iemand kunt zien wat voor waarde of rang dat die heeft. Dat was in de klassieke tijd over het algemeen toch heel anders. Mensen waren aan hun kleren te herkennen, welke, in welke status dat ze leefden. Slaven droegen geen uh, hele chique kleren. Dat was volstrekt duidelijk. En mensen die echt heel chic waren, droegen geen slavenkleren. Verder waren er natuurlijk de magistraten, er waren de soldaten, uh, nee, enzovoort. Er waren allerlei, allerlei andere varianten nog van kleding, priesters van allerlei soort. Je kon aan de buitenkant zien wie iemand, wie iemand was, wat voor status iemand had. En nou, zegt Paulus, u bent door de doop één met Jezus geworden, met Christus. En u bent met Jezus, met Christus omkleed. Het kleed van, van Jezus is als het ware om je heen gelegd. Dat is een beeld dat in het Oude Testament ook een aantal keren genoemd wordt. Het, het, het kleed van de gerechtigheid, het kleed van de vreugde, waardoor dus niet, dat, het niet, dat gaat niet simpelweg om de buitenkant, nee, de buitenkant laat zien wat de binnenkant is. Hoe de binnenkant eruit ziet. Je bent van binnen naar van buiten van Jezus, zegt Paulus daarmee. En omdat dat zo is, vervallen alle rangen en standen. Want, het maakt geen verschil meer of je Jood of Griek bent, slaaf of vrij, man of vrouwelijk. Dit is een sensationele tekst in die tijd. Uh, zo revolutionair dat dat alleen al voldoende was om op een gegeven ogenblik de gemeente van Jezus uh, hard, hardhandig en hardgrondig te vervolgen. Bekleed met Christus. In het uh, boek Openbaring wordt dan vaak ook het beeld van het witte linnenkleed gebruikt en andere profetische teksten ook. Dat zijn de daden van de gerechtigheid. De gerechtigheid die van binnen zit en die aan de buitenkant zichtbaar wordt. De doop zorgt ervoor dat je van binnen naar buiten een ander mens wordt. Een mens die in het recht van Jezus staat omdat je dat gegeven wordt. Het recht om jezelf kind van God te noemen. Buitengewone gaven. En nog maar even meer over kleren en zo dan, want ja, dat is heel verleidelijk om daar nog even wat over te zeggen. In de meeste kerken waar ik gedoopt heb, was al een of andere vorm van, doop, uh, van kleedruimte. Uh, moest van tevoren moest dat natuurlijk geregeld worden. De doopelingen kregen een doopkleed om uh, aan en daaronder dan uh, goed afdekkend ondergoed. Uh, ik had dan mijn fameuze waapbroek en mijn toga waar ik vrij snel in en uit kon en eigenlijk altijd droog. Dus dat was allemaal prima geregeld. Uh, ik kwam in Vietnam een iets andere situatie tegen. Er waren keurige doophokjes, en als er niet te veel doopelingen waren, dan hadden we allemaal prima. Maar als er wat te veel doopelingen waren, of ja, daar heb je nooit te veel van, maar als de hokjes bezet waren, dan kleedde ik mij gewoon in die ruimte om. Dat was ook beneden crash. Dus daar stond dan een soort kamerscherm waar ik kon verschuilen en min of meer decent erin, ervoor kon zorgen dat ik in die waardbroek en in die toga kwam. En de afloop er ook weer, er ook weer uit. Nou, dat is allemaal prima geregeld natuurlijk. Maar toen kwam er een dienst die buiten werd gehouden in Borges Dus er moest over nagedacht worden: en hoe doen we dat? De dopeling en ik en mijn assistent. Drie natte heren die op een of andere manier wel weer in de droge kleren moeten. zonder aanstoot te geven of opgepakt te worden. wegens enige vorm van uh, zeg maar nakloperij. In de bosjes misschien. Nou, er waren er wel grappenmakers die dat natuurlijk onmiddellijk voorstelden. Maar nee, er was een tent. Er zou een tent komen. Dus vol verwachting keek ik voor de dienst uit al naar hoe dat zou wezen. Onze jeugdgroep heeft een paar hele grote groepstenten, dus ik verwachtte dat er wat groots neergezet werd, waar we dus met gemak ons met z'n drieën nog één voor één hoe dat moest om konden kleden. In plaats daarvan kwam een van mijn gemeenteleden met een super smal tentje dat uh, meer dan manse hoog was en dat kennelijk een soort strandomkleedtentje was of zo, waar ik eerst met enige uh, zorg naar keek. Maar later bleek het allemaal prima te werken. De dopeling verdween in de naveloop van de doop. Eerst in de assistent en zo. En toen was ik aan de beurt. Ik had ook geen waadbroek aan of wat dan ook. Maar gewoon een witte broek en weer overhemd. Dus ik moest wel even helemaal in de droge kleren. En dat was wel even een kwestie van balanceren. Want er was ook niks om je vast te houden. Dat jeetje stond gewoon los op de grond. Het liep allemaal goed af. Dus er waren geen aanstootgevende beelden te zien van wat dan ook. Maar ik kwam keurig in de droge kleren weer naar buiten. En het feest kon gewoon. Verder gaan. Zo zie je maar weer. Er zitten ook een heel stel praktische dingen aan vast. En de meeste daarvan leveren heel veel lol op. Nou, dit eentje dus ook. Tot zover. Eh, mogelijk tot ziens. In elk geval, God toegewerkt.